Door een immense drukte bij de kwartamarkt heeft districtscommissaris Suraksha Hirasin Sital de markt gisteren laten ontruimen. Er werd helemaal geen rekening gehouden met de COVID-19-protocollen. De DC zegt uit voorzorg te hebben gehandeld, want als veel marktventers besmet raken met het COVID-19-virus, er ook minder verkoop mogelijk zal zijn. Ook geeft ze aan dat er eerder gesproken is met het marktbestuur om drukte bij de markt beheersbaar te houden. We hebben een gesprek gehad met het marktbestuur afgelopen week, omdat we vorige week al hadden geconstateerd dat de markt druk was. En toen had ik het marktbestuur uitgenodigd om met ze af te spreken dat ze dus zich moeten houden aan de marktprotocollen zoals het aangegeven is op de website van BOG. En het is gebleken dat ze zich gedeeltelijk wel houden aan de protocollen. En het gedeelte dus waaraan ze zich niet houden is dus het toestaan van aantal bezoekers in één keer onder de markt en de verschillende in- en uitgangen en aanwijzingen van de richting waar de bezoekers zouden moeten lopen. En omdat het afgelopen zondag wederom heeft voorgedaan, heeft de QRT gezamenlijk met de politie en de bestuursdienst de markt moeten sluiten. Er was een immense drukte en we hebben het marktbestuur vandaag wederom gesproken. We hebben ze vandaag op het commissariaat gehad en we hebben harde afspraken gemaakt. We hebben ook een printout van de marktprotocollen voor ze aan ze afgestaan, zodat ze dan daarin kunnen zien welke protocollen er zijn en hoe ze dus daaraan zouden kunnen houden, hoe ze zich daaraan zouden kunnen houden. En we hebben afgesproken dus dat we morgen gezamenlijk gaan kijken of ze daadwerkelijk die organisatie hebben gedaan. Dus dan gaan we morgen ernaartoe en dan mogen ze woensdag weer open. Een vertegenwoordiger van het marktbestuur heeft gisteren in gesprek met onze nieuwsdienst aangegeven dat de ontruiming niet goed is overgekomen bij de marktverkopers, omdat zij zich wel hebben gehouden aan de protocollen. Deze Hirasin Sital zegt dat er meer marktdagen gecreëerd zullen worden. Want uiteindelijk hebben we het gezag hier en wij proberen onze mensen zo goed als mogelijk te accommoderen binnen de afgesproken protocollen van de markt. Dus er werden buiten om ons heen besluiten genomen om de markt per direct te sluiten. Dus dan had u zien dat de markt nu al tegen 12 uur helemaal leeg is. Normaliter is dat wel zo dat het op woensdag en zondag open gaat, maar volgens de marktprotocollen moeten ze meerdere openingsdagen hebben, zodat niet alle marktventers in één keer onder de markt staan. Dus dat moeten ze dan ook gaan organiseren met de marktventers. DC Suraksha Hirasin Sital van Wanica Noordwest. We spraken haar vandaag in het kader van de ontruiming van de Kwatamarkt gisteren.